Luther, dit rampzaligste monnik, heeft de kerk, en dat is duizendmaal erger, het christendom weer ingesteld op het moment dat het de nederlaag had geleden. Het christendom, deze religie geworden negatie van de wil om te leven. Luther, een onmogelijke monnik die uit hoofde van zijn onmogelijkheid de kerk aanviel en logischerwijze gerestaureerd werd. De kerk zou Lutherfeesten moeten organiseren. Nou goed, de Duitsers zijn zonder twijfel idealisten. De Duitsers hebben tweemaal, toen er net krachtens ongehoorde moed en zelfoverwinning, een rechtschapen, ondubbelzinnige, volkomen wetenschappelijke denkwijze tot stand was gekomen, sluipwegen weten te vinden naar het oude ideaal. Manieren om waarheid en ideaal te verzoenen. Formules eigenlijk voor het recht op afwijzen van de wetenschap. Het recht op leugen. Leibniz en Kant, twee reusachtige remschoenen aan de intellectuele rechtschapenheid van Europa. De Duitsers hebben tenslotte toen op de overgang tussen twee eeuwen van verval een force majeure van genie en wil opdook, sterk genoeg om van Europa een eenheid te maken, een politieke, economische eenheid met het op de in te stellen wereldregering, met hun vrijheidsoorlogen, dat hebben de Duitsers, met hun vrijheidsoorlogen Europa beroofd van de zin, van de wonderbaarlijke zin in de existentie van de Napoleon. En daarmee hebben ze alles wat erna gekomen is, alles wat er nu bestaat op hun geweten. Deze meest anticulturele ziekte, een idiotie die er bestaat, dat nationalisme, deze nationale neurose, waar Europa manka gaat. Die vereniging van het kleine statengedoe in Europa, van de kleine politiek. Ze hebben zodanig Europa beroofd van zijn zin en zijn verstand. En tenslotte, waarom zou ik mijn verdenking niet luchten? De Duitsers zullen ook wel in mijn geval alles proberen om uit een ontzaglijk noodlot een muis geboren te doen worden. Ze hebben zich tot nu toe ten opzichte van mij gecompromitteerd. En ik betwijfel dat zij het in de toekomst beter zullen afleggen. Ach, wat verlang ik ernaar om wat dit betreft een slecht profeet te zijn. De Duitsers zijn in de geschiedenis van het kennen met enkele twijfelachtige namen opgetekend. Ze hebben nooit iets anders gedaan dan onbewuste valse munters opgeleverd. En dat geldt zowel voor Fichte, voor Schelling, Schopenhauer, Hegel, Schleiermacher, als voor Kant en Leibniz. Geen van allen hebben ze ooit iets anders gedaan dan sluiers maken. Rookgordijnen leggen. Nooit zullen die Duitse denkers de eer genieten dat de eerste rechtschapen geest in de geschiedenis van de geest, die geest in wie de waarheid recht komt spreken over de valse munterij van 4000 jaar, om die onder één noemer gebracht te zien worden met de Duitse geest. De Duitse geest, dat is voor mij een kwalijke atmosfeer. Maar goed, waarom zou ik tot het einde gaan? Ik hou ervan schoon schip te maken. Het maakt zelfs deel uit van mijn eerzucht om als verachter van de Duitsers par excellence te gelden. Mijn wantrouwen jegens het Duitse karakter heb ik reeds op mijn 26e uitdrukking gebracht. De Duitsers zijn volgens mij een onmogelijk volk. Als ik mij een type mens voor de geest haal dat tegen mijn instincten ingaat, dan blijf ik altijd een Duitser. Ik kan niet tegen dat ras! Waarmee je altijd in slecht gezelschap bent. Dat geen tastzin heeft voor nuance. Ik ben een nuance. Dat geen esprit kent. Dat geen voeten heeft. Niet eens kan lopen. De Duitsers hebben zonder geen voeten. Ze hebben alleen maar benen. De Duitsers zijn niet eens in staat om in hoegeringen maken. In te zien hoe vulgair ze zijn. En dat is nou juist het superlatief van vulgariteit. Ze schamen zich niet eens! Dat ze maar gewoon de Duitsers zijn! Maar ze praten over alles mee, ze denken dat ze zelf doorslag geven, ze hebben zelf een plan voor mijn oordeel geveld. Mijn hele leven is een bewijs van deze stelling. Vergeefs dat ik naar een teken van tact, van delicatesse, jegens mij. Van Joden, ja! Nooit van Duitsers!
Maar ik heb het zelf nooit erg gevonden. Wat noodzakelijk is, kan mij niet kwetsen. Amor fati. Liefde voor het nodige. Dat is mijn diepste wezen. En dan sta ik overigens ook niet uit dat ik van de ironie hou. En vooral van de ironie op wereldhistorisch formaat. En zo zeker als waarde onder de Duitsers niet meer is dan een misverstand. U zou moeten luisteren naar de uitvoering van Boulez. Van die Ring der Nibelungen. Dan begrijp je wat ik bedoel. Zo zeker als waarde onder de Duitsers een misverstand is, zo zeker ben ik er ook. En dat zal ik blijven. Eerst 2 eeuwen psychologische en artistieke discipline, mijn heren Germanen. Maar goed, dat is wel weer waar. Elke zin, met de consequentie die ik bewonderd heb, een waarheid op zijn kop. Je hoeft eigenlijk niet anders te doen dan alles om te keren. Alle waarden te herwaarderen. Om op zelfs opmerkelijke wijze met betrekking tot mij de spijker op de kop te slaan, in plaats van de spijker in mijn kop te slaan. Maar voor de zoveelste keer zal ik proberen een verklaring te geven. Ten slotte kan niemand aan de dingen, boeken, begrijpen, beluisteren, wat hij niet weet. Waartoe men geen toegang heeft vanuit de achtergrond van zijn ervaring, daarvoor heeft men geen oor. Denken wij ons nu in extreem gevallen, dat een boek uitsluitend gaat over ervaringen, die geheel en al vallen buiten de mogelijkheid van een frequente of zelfs maar uitzonderingsgewijze beleving. Dat het de eerste aanzet is tot een taal voor een nieuwe reeks van verwaardigingen. In zo'n geval hoort men eenvoudig niets. Wat dan weer de akoestische vergissing met zich meebrengt, dat waar niets te horen is, ook niets bestaat. Waarom is een man die een oorspronkelijk idee heeft en verkondigt pas dan en niet eerder dan groot wanneer de trage massa zo'n idee, bijvoorbeeld een godsdienstig dogma, gretig aanvaard, hardnekkig verdedigd en eeuwenlang zich meezeelt, ja waarom dan? Het werkelijk edele en grote heeft op de massa geen enkele invloed. En het succes van het christendom, zijn historische macht, zijn taaiheid en ouderdom, dat alles vormt gelukkig geen argument voor de grootheid van zijn stichting. Is in feite het bewijs van zijn denken.